Balthazar, vertaald door Tineke Manen en geregisseerd door Herman Niels, met Paul Kammermans en Hugo Prinsen. Eerst en vooral, monsieur, dank dat u gekomen bent. Als commissaris van de recherche zal u vast wel overladen zijn met zeer belangrijke opdrachten. Kom, kom. Maar hier voor u ziet u een mens die niet lang meer te leven heeft. Misschien 2 uren, misschien 2 dagen. En er moet nog een en ander in orde gebracht worden. Beste vriend, u komt wel weer op de been. Och, ik weet wel beter, monsieur. Ja, waar gaat het over? Heeft het te maken met die bankoverval van het voorjaar? Ik ben al geschrapt van de grote wachtlijst. U staat er ook op, monsieur. Maar wel nog tamelijk onderaan, hoop ik. Ja, dat hoop ik, ja. 1 ding ontstemt me een beetje bij die hele procedure. Ik ben pas 62. 45 jaar lang heb ik gewerkt. Nog 3 jaar, monsieur, en ik had me met een aardig pensioen in stilte kunnen terugtrekken. Misschien voor 7, 8 of zelfs 10 jaar. Ik, die onvermoeid mijn plicht vervuld heb, ik heb er recht op. Als die sociaal-humanitaire instelling die het pensioenfonds toch is ook maar enige zin van bestaan heeft... Misschien zouden we toch beter... Maar de staat heeft er alleen maar voordeel bij. Vooral bij zo'n vrijgezel als ik. Niemand die ergens aanspraak op maakt. Geen vrouw, geen kinderen, geen weduwen of wezengeld, geen studiebeurzen, niets. De balans geldt over naar de staat. Ja, op dat principe steunen pensioenkassen nu eenmaal. U als bankier zal wel verstand hebben van rentabiliteit. Maar genoeg daarover. U heeft mij beslist niet laten roepen om, laten we zeggen, over verduistering van geld in uw nadeel. Nee, natuurlijk niet. Dat kwam zomaar in mijn gedachten, monsieur, pardon. U heeft gelijk als u vermoedt dat ik u hier gevraagd heb om met u over die overval op mijn bank. Ja, u heeft het dossier meegebracht. Ja, dat is goed. Eigenlijk zou ik mezelf gelukkig moeten prijzen dat ik deze verdorven en corrupte wereld, die in de kern steeds maar rotter wordt, adieu kan zeggen. Heeft u de krant van vandaag gelezen? 17 misdaden, moorden, inbraken en overvallen. Uw verklaring van toen. Ah, juist. Ja. Wat heb ik toen allemaal verklaard? U heeft de dader precies beschreven. Een exacte beschrijving. Ja. En toch werd hij niet opgepakt. Er komt iemand mijn kantoor binnen. Hij bedreigt me met zijn pistool en dwingt mij hem al het contante geld te overhandigen dat zich in mijn kassa bevindt. 34.753 francs. Precies, ja. Ik kan die som ongestoord opstrijken en ik kan er bijna zeker van zijn dat de politie hem niet te pakken krijgt. We zijn hem op het spoor. Ja, al meer dan 7 maanden. U zult hem nooit te pakken krijgen, monsieur. Die kerel heeft het veel te slim aan boord gelegd. Hoezo? Hij had me kunnen doodschieten. Hij deed het niet. En waarom niet? Omdat hij daar te slim voor was. Als hij me doodgeschoten had, dan weet ik dat hij een paar dagen later in de handen van het parket gevallen was. U ziet dat wel een beetje verkeerd, hè? Waar gemoord wordt, monsieur, daar zet de politie alle beschikbare middelen in. Zelfs als het gewoon om een gestolen vingerhoed gaat. Dat bewijst A, dat er mogelijkheden bestaan om misdadigers te arresteren. En B, dat die op onvergeeflijke wijze onbenut blijven als er geen moord in het spel is. U bent nu precies diegene die niet zou mogen klagen. Want precies voor uw geval hebben we het onmogelijke gedaan. Ja. Laten we bij mijn geval blijven. Ik beweer dat de politie slaapt.
Ze wordt pas wakker als er een of andere vent het gerucht rondstrooit en het zelfs in de krant zet dat niet 34.000, maar 340.000 frank geroofd werd. Maar ik geef toe, deze keer lag het anders. Anders? Wat bedoelt u daarmee? Ik ken de kerel die het gerucht over die nul achter het geroofde bedrag in de krant gezet heeft. Ja, u kent hem? Ja. Hoe lang al? En waarom heeft u ons niet op de hoogte gesteld? Ik was het zelf. U? Ik gaf het verkeerde bericht door aan de krant. En waarom? Bent u gek? Ik ben niet gek, nee. Ik denk dat ons gesprek hier eindigt. Ja, nu bent u beledigd. Maar eigenlijk zou je me moeten gelukwensen met dat idee. Het gaat en het ging mij altijd om niets anders dan het recht om de orde in onze staat. En ik heb daar grondig over nagedacht, monsieur. Zo zo. Hoe presenteert onze justitie zich? Afgezien van het feit dat haar uitvoerende organen onmogelijk de veiligheid van haar burgers kan garanderen. Wat is de kern van de steeds toenemende criminaliteit? Laat u een stervende alstublieft het recht een voorspelling te doen. Deze beschaving moet heel eenvoudig ten gronde gaan aan humaniteit. Mijn beste vriend. Neem nu ons geval. Veronderstel dat de overvaller toevallig dan in handen van de politie gevallen was. Wat gebeurde dan met hem? Wat gebeurde tijdens het proces? Hij geniet de welwillendheid van de heren rechters en de sympathie van de pers en de intellectuelen in ons land. Artsen bewijzen maar al te graag dat hij onder fysische dwang gehandeld heeft. Er volgt dan, als het zover komt tenminste, een mild oordeel. Ja, tegen wie zegt u het? Niet waar. De verzekering betaalt het geroofde geld terug. En na 3-4 jaar wordt onze overvaller vrijgelaten. Maar waarom in godsnaam verspreidt u dat bericht dat het 10-dubbele bedrag gestolen werd? Kunt u er niet zelf opkomen? Dan wil ik het u uitleggen. Omwille van de gerechtigheid. Het recht, monsieur, is toch wel de voornaamste regulator van onze samenleving. En wat ter wereld heeft dat te maken met uw bekentenis dat u zelf, tegen uw reputatie als bankier, de oorzaak bent van een vals bericht? Alles. Het verklaart op voorhand mijn handelwijze die u misschien raar lijkt. Maar daarvoor heb ik u hier ontboden. U kent toch wel dat verkoperstrucje om een schuldenaar zijn schuld te doen bekennen? Ach. Omdat zogezegd de rekening verloren ging, leg je hem een veel hoger bedrag ten laste dan zijn eigenlijke schuld. Als hij nu niet zelf een geslepen zakenman is, zal hij verontwaardigd het bedrag corrigeren. En dan heb je een schriftelijke, waterdichte en onweerlegbare schuldbekentenis. Die is goed, ja. Ja. Daar ik dus gewoon een nul achter het geroofde bedrag zette, 34.340, en dit overal bekend maakte, lokte ik in de zwarte ziel van de bankrover een teleurstelling uit. Begrijpt u? Hoezo, riep hij vast uit toen hij de krant las. Die schurk van een bankier heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt. Hij heeft zich op mijn kosten op de meest ongelooflijke manier rijk gemaakt. Zelfs de politie en ook u, monsieur, koesterde die schandelijke verdenking. En daarom moest mijn trucje succes hebben. Wil u daarmee zeggen dat... Ja, ja. De overvaller is komen opdagen. Bij u? Hij is opnieuw bij u opgedaagd? Bij mij. Thuis. Ha? En u heeft ons, de politie, daar niet over ingelicht? Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Natuurlijk niet. En dan beklaagt u zich over ons? Wat wou hij eigenlijk van u? Maar moet u dat nu echt nog vragen?
Het geld. De overige 19e. Hij kwam, bedreigde mij met zijn revolver en eiste het resterende deel van de buit dat ik verduisterd had. Ja, en u vond het niet nodig ons van uw voornemen op de hoogte te brengen. We zouden ons in uw huis verstopt en op het juiste ogenblik ingegrepen hebben. Maar ja, u had het geld toch helemaal niet? U zou hem opgepakt hebben. Hij zou voor de rechter gekomen zijn. Hij zou er veel begrip en mildheid ondervinden en binnen 2-3 jaar begint hij weer opnieuw waar hij met zijn misdadigersleven geëindigd was. Nee. Nee. U heeft hem omgebracht? U bedoelt in de val gelokt bij wijze van spreken en dan doodgeschoten. Nee, wat denkt u wel? Maar laat me nu verder vertellen, monsieur le commissaire. Voor mijn krachten mij voorgoed verlaten. Met getrokken revolver drong hij mijn woning binnen. Hier in deze kamer. Het was 's avonds laat, iets na 11. En hij dwong mij het geld dat ik verduisterd had tevoorschijn te halen. Anders zou hij me ogenblikkelijk naar de andere wereld helpen. Enzovoorts. Al te snugger was hij niet. Ik vroeg hem hoe hij dan wel aan het geld zou geraken als hij mij, de enige die de schuilplaats kent, doodschoot. Dus heeft u het geld maar echt? Begrijpt u het dan nog altijd niet? Het trucje was het aas dat hem in de val moest lokken. En hoe zag die val eruit? Het was een, zo neem ik aan, dodelijke val. Hoezo? U neemt dat aan? In de val der gerechtigheid, monsieur, die blijvend op hem moet inwerken. Blijvend, hoop ik, over zijn verknoeide aardse leven heen. Goed, de man drong hier binnen, dreigde met zijn revolver en u wees hem erop dat u de enige bent die de schuilplaats van de fictieve som kende. Ja, zo is het. Wat is er verder gebeurd? Ik zal u stap voor stap alles vertellen. Dat het zinloos was met de vermoorde, begreep hij toen natuurlijk. Vooruit dan. Waar bevindt zich het geld? Natuurlijk niet hier in huis. Maar in een min of meer ingewikkelde schuilplaats. Zo ingewikkeld dat ik, oude man, uw hulp nodig heb. Hoezo? Mijn hulp? Mijn hulp in hoeverre? In zoverre dat ik niet alleen in staat ben de schat op te graven. Kortom, we moeten een overeenkomst sluiten. Een overeenkomst? Elk krijgt de helft. Ik, omdat ik de schuilplaats ken, en u, omdat u me weer het opgraven moet helpen. Akkoord. En ging hij daarop in? Ja, natuurlijk probeerde hij te onderhandelen. 2/3 voor hem, 1/3 voor mij, maar ik bleef bij mijn standpunt half om half. En dat overtuigde hem. Overtuigde hem? Waarvan? Nou, dat ik het, nou laat ik zeggen, eerlijk meende. Die overeenkomst eruit zien. U gaat eerst uw revolver ontladen en hem hier in mijn kleerkast leggen. Ik ben zelf niet gewapend, dus u heeft niets te vrezen. Hij leverde u echt zijn revolver uit? Ja, eerst stribbelde hij tegen, maar daar ik hem van mijn koppigheid overtuigd had, besloot hij tenslotte toch maar te doen. Hij legde de ontlade revolver in de kleerkast, ging erachter. Daar. En daar ligt hij nog. Wilt u zich daarvan overtuigen? Liever neergekomen werk. Het magazijn ligt. Ja, de munitie zit in zijn zak. En waar is hij? Toen we onze overeenkomst op zo'n eenvoudige manier gesloten hadden, begaven we ons naar zijn wagen. Hij stond geparkeerd in de Rue Richelieu vlak om de hoek. De wagen van de dader. Type, nummer. Ach.
Waarom zou ik me nog druk maken over zulke vergankelijke dingen? U heeft hem zeker al gevonden. In ieder geval is hij niet meer waar ik heb hem laten staan. En waar heeft hij hem laten staan? Bij de bron. De Peugeot. Van bij de bron. Ah, u heeft hem dus. Ja, ja. Maar de eigenaar ervan... Gestolen. Niet waar? Ik had het wel gedacht. En het maakt zijn schuld nog groter. Daar komt het nu niet meer op aan. U begaf zich naar de gestolen wagen. En u reed. Waarheen? Frankrijk, monsieur, is een bijzonder land. Ik ben geboren in Le Forêt du Gris. Een nietig dorpje, het is nu verdwenen. U kent het? Ja, zeker, maar... U kent de omgeving dus van Le Forêt du Gris? Ja, niet zo direct. Ja, ik ken ze dus niet. Ja, niemand in Frankrijk kent ze. We gaan naar de zee, de kust, de eilanden, maar wat er in onze eigen omgeving gebeurt, dat interesseert ons niet. De Duitsers, die kennen hun land. En de Britten en de Italianen. Maar wij Fransen kennen enkel Parijs en de kust. En dat heeft ons in moeilijkheden gebracht. In wat voor moeilijkheden? Vroeger, toen de vijand ons land binnenviel... Toen wij het verzet organiseerden, toen dachten wij dat Parijs genoeg was. Daar kenden we alle hoekjes en kantjes. Maar het duurde niet lang of zij kenden ook een weg in Parijs. Ze spoorden ons op, dreven ons het land in. En daar begonnen de moeilijkheden. Ja, dat kan wel zijn, maar wat heeft dat met die bankovervallen te maken? Zeer veel, zeer veel. De Duitsers zijn gewoon een landschap te beoordelen naar de lijnen ervan. Toen ze ons zochten, zochten ze altijd daar waar ze ons onvermijdelijk moesten vinden. Wij konden niet begrijpen dat ze in de Maquis binnendrongen, waar toch elke Fransman met een grote boog omheen loopt. Ja, maar ik vroeg... Voor Duitsers was dit struikgewas een lokmiddel om binnen te dringen. Het duurde maanden voor wij begrepen dat de Maquis niet ondoordringbaar was voor hen. Moet ik uit dit alles besluiten dat u bij het verzet was? Actief? Ik ben de 60 voorbij, monsieur. Wil u mij beledigen? Natuurlijk hoorde ik tot de Maquis. Zo noemde onze verzetsbeweging naar het struikgewas de Maquis. Ik ben een van de weinige Fransen, monsieur, die Parijs niet overschat. Ik weet dat je ergens anders minstens zo aangenaam kunt leven. En dat wist ik al voor 40 jaar. En de omgeving van Forêt du Gris, die ken ik als mijn broekzak. Ik zou die omgeving een beetje willen beschrijven. Alleen als het direct te maken heeft met ons geval. Nee, dat spreekt vanzelf. Struikgewas, maquis, walkpercelen, kalk, door de erosie uitgevreten... Een massa verborgen rotspleten, gaten, ook een aantal onderaardse grotten. En niemand heeft ook maar enig idee van de prachtige draapstenen daar. Onze mannen konden zich niet voorstellen dat iemand in zo'n overzichtelijk terrein ook maar één poging zou wagen om naar ondergedoken maquisaars te zoeken. Maar ze kwamen zoeken. Ja, voor de Duitsers was dat alleen maar logisch. En de onzen waren uitermate naïef. Ze voelden zich zo veilig als in de schoot van Abraham. Ik geef toe dat ik mijn mannen uiteindelijk niet kon overtuigen. Maar dat deden de Duitsers, want ze verrasten ons en knalden de helft van ons neer voor we wisten wat er eigenlijk aan de hand was. Daarna maakten wij er een spelletje van. De Duitsers in de Maquis te lokken. En om er nog langer plezier aan te hebben, lieten we er altijd een paar van leven. We duwden ze in de putten. En daar liggen ze vandaag nog. Oog om oog en tand om tand. Wat is het? Een kleine aanval.
waarschuw ik om zulke herinneringen definitief vaarwel te zeggen. De tijd dringt. Waar was ik gebleven? U begaf zich samen met de dader naar de gestolen wagen en u reed waarheen? Kunt u het raden? Naar Le Forêt du Gris? Ja. Naar die streek die ik als mijn broekzak ken. Ik vertelde hem, de bankovervaller, wat ik u daarnet verteld heb. En daarmee heb ik zijn vertrouwen definitief kunnen winnen. In feite had dat juist zijn wantrouwen moeten opwekken. Ik, een makisaar die toch wel door veel waters heeft gezwommen. Maar die kerel was nog een beetje jonger dan u, monsieur. En de jeugd van tegenwoordig weet niets af van die tijd. Misschien dacht hij dat ik vroeger roofde en moorde zoals hij nu en dat ik daarvoor zelfs een medaille kreeg. Hij vergiste zich. Wij waren geen misdadigers, wij waren rechters. En toen wij twee vertrokken, monsieur, was ik weer een makisaar. Hij aan het stuur, u naast hem. En jullie waren niet gewapend? Hij niet. En dat was het voornaamste. Ik zelf had geen wapen nodig. Het was net als toen. En ik handelde zoals toen. Misschien nog een beetje geslepener, sluwer. En met meer zin voor het detail. U reed richting Le Forêt du Gris. Zoals ik u al zei, ja. En ik had alles voorbereid. Wat had u voorbereid? En nu kende ik de mensen. Toen dacht ik dat ik de mensen kende in mijn jonge arrogantie. Maar toen handelde ik louter instinctief. Deze keer was alles precies berekend en mijn rekening klopte. Ik had de balans in evenwicht gebracht. U reed dus. Waarheen? Dat vroeg hij ook. Waar? Waar naartoe? Verder. Als ik stop zeg, dan stopt u. Zo eenvoudig is het. Hoe lang? Een half uur, een uur, twee uur? Ach, daar heeft u niets aan, want u kent onze snelheid niet. Hij reed tamelijk snel. We zaten in de auto en we reden. Ja, ja. Hoe lang wel? Tot ik zei stop. We lieten de auto langs de weg staan en we gingen te voet verder. Langs een smalle, rotsachtige weg. Er zijn 17 smalle, rotsachtige wegen in die omgeving. En ik ken ze allemaal. U kent er waarschijnlijk geen enkele. Nou, ik kende er ook geen een. In die streek is er niets, maar dan ook absoluut niets veranderd. Maar hij wou slim zijn. Jij gaat voorop. Begrepen? Jij gaat voorop. Dat jij van hem typeert zijn domheid. Verder alsjeblieft. Ten slotte week ik ergens af van dat rotsachtige pad. Op een welbepaalde plaats. Ja, in die plaats. Ja, ja, ja. Hoe kan je zo'n plaats onthouden, bedoel je? Ja. Een tak breken? Onzin. Zolang er indianenverhalen bestaan, zijn er afgebroken takken. Wij deden het vroeger anders. We braken een tak af op plaatsen waar we nooit het struikgewas binnendrongen als dwaalspoorters. Hoe kon u die plaats dan onthouden? Eenvoudig. Veilig en niet te vinden. Je prent een typische steen op de weg in je geheugen. Of een patroon van stenen, een grasbundel. Misschien drie klaprozen die bijeen staan. Zonder ook maar het minste te wijzigen. Absoluut onmogelijk voor die achtervolger om dat door te hebben. Ja, u ging dus de maquis binnen. Ja, 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 ja. Maar de kerel achter mij aarzelde. De angst kreeg hem te pakken. Niet voor mij had hij angst. Hij had angst voor de maquis. Voor het struikenwas. Hij was het struikenwas niet gewoon. Ja, maar ik... Vooruit, jongeman. We gaan hier doorlopen. Volg me maar. Weldra zijn we bij ons doen. Maar toen was hij al bijna aan het eind van zijn Latijn. Begrijpt u? Niet helemaal. Uitgeput.
Die 30, 40 minuten marcheren. 30, 40 minuten? Die hadden hem aardig moe gemaakt. Vroeger legden wij 30, 40 kilometer af met rugzak. En gewapend. Wij gaven daar niet aan. Maar nu was het niet ver meer. En weldra zou hij tijd genoeg hebben om te rusten. De eeuwigheid is een aardig stukje tijd, vindt u niet? Dus u hebt hem omgebracht. Hebt u hem neergeslagen? Ik? Nee. Dat moest hij zelf maar opknappen. Hij zelf. En zichzelf. Hoezo? Hoe ver drong de Maquis in? Wacht even. Het zou jammer zijn als ik het einde niet haalde. Tot aan de rotspleet. Welke rotspleet? Ik wees naar de spleet in de poreuze kalk en zei... Hier. Wat steekt het geld daarin? Daar steekt het. Ergens. Maar jij zal het niet vinden als ik het je niet haarfijn uitleg. Dat gat daar is namelijk de toegang tot een onderaards grottensysteem. 2-3 kilometer groot. En ergens daarbinnen heb ik het geld verstopt. Wij hebben er vroeger eens gezeten toen we ons voor de Duitsers schuil hielden. Hij werd weer rustiger. Mij doodslaan, daar viel het eerste ogenblik niet aan te denken. Dus afwachten maar, las ik in zijn ogen. Tonge, moet ik u helpen? Nee, laat maar. Ik red het wel. Ik moet het uit. Ja, misschien haal ik toch best de dokter. Nee, is niet meer nodig. Die man heeft genoeg patiënten die er beter aan toe zijn. Ik zei tot de kerel... Ik heb mezelf overschat. Ik kom daar niet meer. Beneden. Ik ben er nog nauwelijks uitgeraakt toen ik het geld verstopt had. Alleen kan ik er nu niet meer bij. Bij het geld, snapt u. En daarom heb ik u naar hier gebracht. Ja, maar... Hoe kom ik erbij? Meer was zijn nervositeit merkbaar. Ik haalde een touw meteen van de struik. Dat had ik daar verstopt. Ik knoopte het uiteinde rond de voet van een struik, dicht bij de spleet. En ik liet dat touw naar beneden zakken. Hij controleerde of het goed vast zat. En hij smeedde ondertussen plannen. Hij, een profovervaller, sluw en geslepen. Ik, een afgetakelde oude man met een verzwakt geheugen. Wat had hij te vrezen? Ik zei... Jij laat je nu naar beneden zakken. En als je onder bent, vertel ik je precies waar je het geld kan vinden. Het is goed verpakt in een plastic zak. Heel bruin. Op zulke details komt het aan als je iemand wil overtuigen. En hij liet zich zakken via een touw? Oh, het is nog niet gedaan. Ik zei hem... Ik heb erover nagedacht. Ik neem 60% voor mij. Huh? En dan trekken we nog de 35.000 af. Zeg eens, wat zou dat... 210.000 plus 35.000. Dat is 245.000 voor mij. Dan blijft er voor jou nog 105.000 over. Dat is ook niet zo. Oh, nee, dat is niet afgesproken. Dat is niet eerlijk. Luister, ik zal je ver... Hij werd wild en greep me bij mijn kraag. En ik heb me tenslotte door hem laten ompraten. 175.000 voor mij en voor hem. En waarom dat allemaal? Om hem te overtuigen dat ik het ernstig meende. Het overtuigde hem. Het overtuigde hem zozeer dat hij aan de afdaling begon. Ik stond boven en keek hoeveel moeite het hem kost om gewoon nog maar in de spleet te geraken. Die jonge snaken zijn absoluut hulpeloos als het op lenigheid aankomt. Maar tenslotte verdween ook zijn hoofd. Ik ging dicht bij het gat staan en hoorde hem hijgen.
Het gat was daar maximum 5 meter diep. Maar hij had minstens 5 minuten nodig voor hij beneden was. En nu? Naar rechts. De eerste gang links. Daar liggen 3 grote stenen op elkaar gestapeld. Daaronder bevindt zich het gat. Dat was alles. Wat was alles? En zo eenvoudig was het. Meer hoefde ik niet te verzinnen. Hij liet het touw los. Ik bukte me, greep het en trok het met een ruk omhoog. Dat merkte hij pas toen het uiteinde boven op de rand van de spleet sloeg. Hij keek omhoog naar mij. Dat kon ik zien in het schijnsel van mijn zaklampen. En hij begon te schreeuwen. De touw omlaag, de touw omlaag. Ik trok het helemaal uit het gat. Maakte het los van de struik. Rolde het op, zo over mijn elleboog. Hing het over mijn schouder en ging weg. U liet hem daar beneden zitten? Wanneer was dat? Wanneer is dat gebeurd? Ik ging terug naar de auto. Nam plaats achter het stuur. Draaide om en reed terug. Hoe je reed terug? En de sleutels? Als u uw auto parkeert, laat u dan de sleutels erop zitten. Hij had de sleutels erop laten zitten, gewoon omdat hij ze er niet uit kreeg. Wat bedoelt u? Hij kreeg ze niet uit. Hij had de auto gestolen. Hij had een hele bos contactsleutels, maar geen enkele paste precies. En die was geklemd geraakt, dus moest hij hem laten zitten. Waarschijnlijk had hij hem anders ook laten zitten. Het was toch niet zijn auto. En die man daar beneden? Ik parkeerde de auto bij de bron. Ik ging naar huis en maakte me iets te eten. Ik had honger. Van frisse lucht krijg je honger. En toen ik zo aan het eten was, kreeg ik een idee. Ja? En? Eigenlijk lag het in mijn bedoeling niet meer naar hem om te kijken. Hoe lang bevindt die man zich al in de grot? Maar toen besloot ik om die zaak niet zo eenvoudig af te handelen. Jonge mensen kunnen immers nergens tegen. Geen uithoudingsvermogen, geen merg in de knoken. Ik werd dat die het hoogstens 3-4 dagen zou uithouden. Dan was hij door de knie gegaan, anders uitgedrukt. Hij zou snel en in zekere zin toch zacht aan zijn einde gekomen zijn. Zonder tot inzicht te komen. Inzicht? Onder inzicht versta ik loutering. En zonder loutering is straffen zinloos. Ik moest hem dus de tijd geven om na te denken. Dat hij niet zomaar van de eeuwige rust kon genieten. Ik wachtte 24 uur. Kocht ginder in de winkel. Een paar blikjes vlees. Een blik opende erbij. Ik nam 1 blikje. Stapte in mijn wagen. En reed naar hem toe. Het was stil toen ik aan de spleet kwam. Maar hij kwam dadelijk tevoorschijn toen hij me hoorde. Hij jammerde, bedelde, beloofde me alles. Maar ik wil u daar niet mee vervelen. Nee, liefst niet, nee. Ik wierp hem dus de blikopener toe en zei... Ik heb een idee gekregen. Iedereen heeft recht op een galgenmaal. Vang op. Een blikje vlees. Dat is het laatste wat je te eten krijgt. En toen? Reed ik weer naar huis. Een blikje. Daar komt hij misschien 2-3 dagen mee toe. Hij? Geen uur. Zulke jongens zijn in de staat iets te verdelen. Ze slokken alles naar binnen als jonge honden als je ze wat toewerpt. Kan ook niet anders. Men heeft ze nog het ganse leven alles toegeworpen. Ik wachtte 2 dagen. U bent er nog eens naartoe gereden. Ik wachtte 2 dagen, zodat hij zich goed bewust werd van de ernst van de
toestand. Zo werd hij grondig geconfronteerd met wat hem te wachten stond. Zijn onvermijdelijke einde. Toen ik in de spleet naar beneden keek, lag hij in de lichtplek die tot bij hem doordrong. En hij staarde naar boven, naar mij. Ik dacht eerst, nou, maar die is al afgelopen. Maar toen sprong hij recht en weer moest ik zijn tirade aanhoren. Maar deze keer klonk het al veel echter. Hij bood me alle mogelijke bedragen aan. En dat kwam over als een moordenaar die aan zijn rechter nog een paar woorden meer bekend, alleen om hem gunstiger te stemmen. En ik zei... Ik kreeg zo in mijn gedachten dat een blikje vlees toch een tamelijk schaarschal gemaal is voor iemand als jij. Laat het blikje ham dan ook bijzonder goed smaken. Het is 1 kilo. Maar denk eraan, daarna komt er niets meer. Absoluut niets. En ik wierp hem het blikje toe en ging weg. Na 4 stappen hoorde ik hem al niet meer, hoewel hij me als een beest achterna riep. Een blikje ham van 1 kilo. En wanneer was dat? Nou, deze keer liet ik hem 3 dagen wachten. En toen zag ik wat ik vermoed had. Hij lag direct onder de spleet en kon al niet meer recht. 3 dagen met 1 kilogram ham in zijn lijf. Het kan zijn dat die kerels min of meer met de revolver kunnen omgaan. Ze krijgen het voor elkaar een bank leeg te roven, waarbij ze zo onberekenbaar zijn dat je best doet wat ze verlangen. Maar als het erom gaat hun leven een beetje rationeel in te delen, dat kunnen ze niet. Zijn stem klonk zwak. Hees. Waarschijnlijk had hij die 3 dagen lang niks anders gedaan dan geschreven en om hulp geroepen. Maar hij beloofde me niets meer. Hij strekte alleen zijn armen naar boven en ik zei hem... Het schoot me te binnen dat je ter dood veroordeelde zijn laatste wens moet vragen. Misschien hou je helemaal niet van ham. Oh. Nou, wat zou je willen? Kip of gehaktballetjes? Kijk, ik haal 2 blikjes boven de opening, zodat je ze kan zien. Wat? Kip! Hij knikte. En ik wierp het blikje naar beneden. En eigenlijk was het mijn bedoeling om na 4 dagen... Maar toen werd ik door die aanval getroffen. Ja. Ja. Ik werd neergeveld en ik kon mijn plan niet uitvoeren. Het blikje met gehaktballetjes staat er in de kast. Daar. Ik breng hem dat blikje. Zeg me waar de grot. Waar is ze? Wanneer was u er voor het laatst? Wanneer heeft hem het blikje met kip gebracht? Spreek op, vooruit man! Waar het mij om gaat, monsieur. Geen lucht meer. Kom, geen paniek. Je redt het wel. Waar het mij bij de hele zaak om gaat, is dat de mensen wakker geschud worden. Als makissaar vroeger moesten wij... Waar bevindt zich de grot? U moet toch zeker een grondplan hebben? Het moet de mensheid eens goed ingeprent worden dat orde boven alles gaat. En het zal hen ingeprent worden, daar zorg ik. Ja, dat kan zijn, maar daar gaat het nu niet over. Waar vind ik die man? Vooruit, noem mij de plaats. En hoe raak ik daar? Hopelijk ziet u toch duidelijk in dat u voor alles verantwoordelijk bent. Ik? Ja, u. Dat meent toch niet? Ieder van ons, monsieur, ook u, heeft in zijn achterhoofd de wil om de orde omver te stoten. Dat is het enorme gevaar dat onze planeet bedreigt. Zegt u me nu eindelijk waar de grot zich bevindt? Vooruit, spreek op! In de schuif van mijn nachtkastje.
vindt u een kaart. Deze? Ja, dat is de omgeving van Le Forêt du Gris. Het terrein met zijn maquisstruikgewas en zijn grotten. Zoals u ziet, heb ik er de coördinaten opgetrokken. Ze delen het hele terrein in 207 vierkanten. Ze zijn genummerd van 1 tot 207. In welk vierkant bevindt zich de grot? In één van deze vierkanten. Zegt u me het nummer, verdraait nog aan toe. Welk vierkant is het? U gaat het nummer van het vierkant vernemen van uw medemensen. Met hun zin voor orde. Ik heb met inkt het getal op een briefje van 100 francs geschreven. Wat mij als bankier moeite kostte. Op geldbriefjes mag je niet schrijven. Dat is een slechte gewoonte. Een briefje van 100 francs? En dat briefje heb ik vrijwillig verloren. Begrijpt u? Vrijwillig. En midden in onze stad. En zo dat iemand het moest vinden. Is een goed idee, nietwaar? Maar misschien is dat me fataal geworden dat ik een briefje van 100 francs gewoon zomaar moest wegwerpen. Want je aard kan je toch niet veranderen. Maar dat is dus zijn kans, monsieur. De eerlijke vinder die orde belangrijker vindt dan hebzucht. Een briefje van 100 francs. Mag ik eens telefoneren? Telefoneren? Zit het toch niet naar de gevonden voorwerpen? Naar wie anders? Optimist die u bent! Rustig, sir. Opgelet. Het is een kwestie van leven en dood. En het gaat om een briefje van 100 francs. Optimist u bent! Een verloren briefje van 100 francs dat bij u werd binnengebracht. Centrum van de stad. Ja, gisteren, vandaag of eergisteren. Luister u goed. Op dat briefje moet een nummer staan, een getal, met inkt erop geschreven. En haast u zich. Maar geeft u het toch op? Wat? U heeft het? Wat? In het geval. Wat zegt u? Geef het mij door. U wil mij voor de gek houden. Er moet toch iets uit op te maken zijn? Het briefje werd binnengebracht. Maar hij kan het nummer niet lezen. Het is doorheen gelopen. Het heeft geregend, ofwel is het briefje in een plas gevallen, maar iemand heeft het binnengebracht. Snapt u? Een eerlijke vinder heeft uw briefje van 100 francs bij de verloren voorwerpen. Dat is het. Ja, kom je maar eens bij. Nou, wacht even. Het briefje is er. Het briefje met het nummer is teruggebracht. De voorwaarden die u aan de maatschappij heeft gesteld zijn vervuld. Verdraait nog aan toe. Waar wacht u nog op om mij het nummer te zeggen? Ja. Het nummer. U heeft gelijk, ja. 55. 55. Kan het getal 55? Hij zegt dat het in geen geval 55 is. Dat het in geen geval 55... Dan is het briefje echt gevonden. Maar natuurlijk, menslieve deugd. Ik dacht dat u me wat voor wijs maken. Ik moest u op de proef stellen. Ik dacht dat u mij op zo'n domme manier het nummer van het... Daar is de zaak veel te ernstig voor. Het gaat om een mensenleven. Het is dus binnengebracht en gevonden. Echt? Ja, dat had ik nooit getrouwd. Het nummer van het vierkant! Overeenkomsten moeten nageleefd worden.
mijn overeenkomst met de mensen. Wat? 107 is het nummer van het vierkant. 107. Kan het nummer 107... Als ik zeg 107, dan is het 107. 107. En? 107. Dat zou het getal kunnen zijn. Op het briefje van 100 francs, zegt de bediende van de verloren voorwerpen. Dat... kan niet alleen. Dat is zo. Ik heb het erop geschreven. In orde, dank u. Daar. Ziet u. Daar is de grot. Precies daar. Vierkant 107. Zo werden we vroeger ook in het verzet. Vierkant per vierkant. 107. Goed. 107. Hé, niet zo snel, niet zo snel. Je moet nog eens bellen. Dat briefje is van mij. Ik heb het verloren. Ik heb bewezen dat het van mij is. 107, het getal. Ik heb het erop geschreven. En natuurlijk heb ik ook het nummer van het briefje. Hier heb ik het. Hier. Er werd geen briefje gevonden. Mijn briefje van 100 francs. Niet gevonden, niet binnengebracht bij de verloren voorwerpen. U had gelijk met uw stelling. Dat, hoe zei u het ook alweer, hebzucht boven orde gaat. Maar wij van de politie hebben ook onze trucjes. Als het erop aankomt, orde boven misdaad. Stel. En toch had u mij bijna liggen. 55. U had haar een beetje te lang geaarzeld. Ik wist het. Ja, mijn beste, ik wist het. Dat die 55, dat nooit het juiste getal. Wat? Nee? Wat is er met u? Wat is er met u? Dood. Heel duidelijk. 107. Beter zo. Beter voor hem. Ongetwijfeld. Arme kerel. De Makkiezaar was een luisterspel van Wolfgang Altendorf, vertaald door Tineke Manen. Acteurs waren Paul Kammermans en Hugo Prinsen. Regie Herman Niels.